Antibiotica-resistentie is inderdaad een hot item op dit ogenblik en het is heel duidelijk dat zowel de sector als de overheid op heel korte termijn snel maatregelen willen nemen om het probleem aan te pakken. En wat wij eigenlijk doen, is op zoek gaan naar de goede bacteriën die een drempel opwerpen tegen de schadelijke bacteriën. En dat is, denk ik, een mogelijke toekomstige oplossing van het probleem. Ik denk dat de hoogste prioriteit is dat nu heel snel zichtbaar wordt hoe in de veehouderij de verspreiding van ziekte plaatsvindt. Dan zul je zien dat er enorme problemen gaan ontstaan om het te kunnen aanpakken. Eens in de zoveel tijd komt er een nieuw product of een nieuwe technologie voorbij die werkelijk alles op zijn kop zet. Ik hoop dat over 10 jaar de mensen zullen zeggen, bacteriofagen, die hebben de manier waarop wij omgaan met ziekteverwekkende bacterie op zijn kop gezet. En daar profiteren we met z'n allen van. Wij willen zo veilig mogelijk producten aan onze klanten geven. Als er dan nieuwe risico's ontstaan in de maatschappij, dan moet er heel hard aan gewerkt worden om te zorgen dat onze klanten veilige producten kunnen eten en dat wij veilige producten aan onze klanten kunnen aanbieden. Wat ik in de zaal zag, dat er de partijen die we nodig hebben om dit probleem op te lossen als samenleving, alle drie aanwezig waren, zodat er ook een goede interactie en een uitwisseling van ideeën plaats kon vinden. Het leuke van vandaag was dat, ondanks dat het voedsel al erg veilig is, dat er toch nog weer nieuwe oplossingen zijn.